President Chandrika Prasad Santokhi is vanmorgen vertrokken naar Saoedi-Arabië voor deelname aan een CARICOM Saoedi-Arabië top. De ontmoetingen vinden plaats op 16 en 17 november. Er zal gesproken worden over het verstevigen van de banden tussen de regio en Saoedi-Arabië. Tijdens deze top zal er onderhandeld worden over diverse vraagstukken, de CARICOM en het gastland rakende. President Santokhi zegt dat er ook gesproken zal worden over klimaatverandering en de olie- en gasindustrie. Wij zijn een inkoming, een nieuwkomer, die offshore. Dus daar is er ruimte voor samenwerking met de Caribische regio, maar ook bilateraal. Voor de rest zijn er samenwerkingen die besproken worden op het gebied van personenverkeer, goederenverkeer, connectivity. Maar houdt u ook rekening mee dat in Suriname er een hele grote moslimgemeenschap woont, die regelmatig gaat voor hajj, voor een gebed. Dat er daar ook voorzieningen getroffen moeten worden, dat mensen makkelijker kunnen reizen, visa verkeer. Maar ook dat mensen ook makkelijker aan een visum kunnen komen. Dat zijn allemaal zaken die op agenda zijn. We hebben recentelijk nog een technische missie gehad van Saoedi-Arabië en Suriname om te praten over technische samenwerking, projectfinanciering. Saoedi-Arabië heeft in de afgelopen jaren veel geld gespaard, waardoor ze in staat zijn geweest spaar-, stabilisatie- en ontwikkelingsfondsen op te zetten. President Santokhi zegt dat zijn team daarover afspraken wil maken over hoe aan gelden te komen uit die fondsen om de crisis in Suriname te beheersen. Om ook projecten in Suriname uit te voeren en ook naar de samenleving die maatregelen treffen waarvoor financiële middelen nodig zijn die wij niet hebben, om ook verlichting te brengen in de samenleving. Houdt u rekening mee dat er zoveel projecten van ons op dit moment liggen. Vanaf woningbouw, infrastructuur, asfaltering van wegen, die op dit moment niet gefinancierd kunnen worden. En wij mogen op dit moment geen duur kapitaal lenen. Ik heb wel met IMF afgestemd dat we nu wel ruimte moeten krijgen om goedkoop kapitaal te lenen. De zogenaamde concessional loans. En IMF heeft duidelijk gezegd, ja, het is mogelijk. Maar laat er ook goede afstemming zijn met IMF. En dat is een historische samenwerking die we gaan bespreken. En alle leiders van CARICOM zijn aanwezig op deze bijeenkomst. President Santokhi is zich bewust van de belangrijke ontwikkelingen in Suriname, waaronder de recente acties van de vakbonden. Tegelijkertijd ziet hij het als cruciaal om zijn rol als staatshoofd te vervullen in het verbeteren van internationale betrekkingen en het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen ten voordele van land en volk. President Santokhi keert op 18 november terug naar Suriname.